Vier dagen na de 4-0 zege op AZ wacht Ajax de volgende thuiswedstrijd. Ditmaal is Spartak Moskou dus de tegenstander in de achtste finale van de Europa League. De wedstrijd van donderdag in de Arena lijkt direct van groot belang om door te gaan naar de volgende ronde. Je moet ten eerste een goed resultaat neerzetten. En ten tweede moet je eigenlijk proberen geen tegengoal te incasseren. Want dat kan dodelijk zijn voor de return. Russisch voetbal is hier relatief onbekend. We zien wel eens wat in Europa, maar Spartak bij het grote publiek zal niet heel bekend zijn. Wat weet jij van die ploeg inmiddels? Nou ja, ze zijn net uit hun winterslaap een beetje. Ze hebben net de eerste bekerwedstrijd gespeeld. Hebben daarnaast nog wat oefenwedstrijden gespeeld. En ook natuurlijk de UEFA Cup gespeeld tegen Basel, FC Basel. Nou, het is een mix met Zuid-Amerikanen en Russische spelers. Met veel talent. Ja, dus een hele gevaarlijke ploeg om tegen te spelen. Dat ondervond de Boer zelf ook in 1998 toen hij met Ajax in de Arena werd weggecounterd door Spartak Moskou. Hij heeft het huidige Spartak geanalyseerd en ziet nagenoeg dezelfde tactiek bij de Russen. Nou ja, vooral dus daarom zijn we net al om geen tegengoal te incasseren in de thuiswedstrijd. Ja, daar ligt wel het gevaar voor ons. Op die counter? Op die counter. Volgens mij kun je nog herinneren dat wij zelf tegen Spartak hebben gespeeld. Zijn we ook twee keer weggecounterd. Volgens mij kun je nog herinneren dat op een gegeven moment, volgens mij was het toen 2-0 al of 1-0. Dat Danny Blind 3-1 kwam te spelen vanuit een countersituatie. En eigenlijk Danny heel slim deed een stapje naar voren en dat er degene buiten spel stond. Maar het was 3-1. Ja, zij zijn heel gevaarlijk in dat soort momenten. We hebben vandaag ook weer videobeelden bekeken. Dat ze daar nog steeds hartstikke goed in zijn. En daar zal je voor moeten waken. Dat je niet tegen de lamp loopt. En dat je onnodig, misschien binnen een half uur, dat je te enthousiast begint. Natuurlijk moet je wel enthousiast beginnen, maar wel gereserveerd. En in je achterhoofd denken dat je misschien uit meer kans kan krijgen. De ontmoeting in 1998 is de enige keer dat er een Russische ploeg op bezoek kwam in de Arena. Veel is er dus niet bekend over de tegenstander. De Boer weet echter inmiddels wel wie de gevaarlijke spelers zijn. Nou, de aanvoerder Alex is een hele goede speler. Braziliaan. Daarnaast hebben we ook een type Eriksen. Een hele jonge jongen, ook 18 jaar. Jano heet hij. Speelde de eerste wedstrijd niet, viel in. Maakte ook de 3-2 volgens mij. Tegen Basel. Heeft daarna in de thuiswedstrijd in Moskou deed hij wel mee. Ja, het is een hele talentvolle speler. Dat zijn eigenlijk de belangrijkste. Dan heb je McGeary aan de rechterkant. Die bij Celtic vandaan komt. Een heel bedrijvig mannetje. Maar ook acties als je je dag hebt. Ja, dan kan niet heel veel. Dus, en voor de rest is het een degelijk team. En dan hebben ze nog Willington, de spits die vorig jaar topscorer was. Een Braziliaan die ook zeer gevaarlijk kan zijn. Maar de laatste tijd niet speelt. Dus het kan zomaar zijn dat hij wel weer op het wedstrijdformulier staat. Maar dat zullen we moeten afwachten. In de thuiswedstrijd hoopt de Boer op eenzelfde sfeer bij het publiek zoals vorig jaar tegen Juventus en dit seizoen tegen Kiev. Hij weet als geen ander hoe belangrijk dat kan zijn. In onderbewustzijn ga je automatisch meer doen als het publiek je opzweept. En het is hetzelfde als je een marathon loopt. Waarom? Ja, de laatste 7 kilometer ging automatisch omdat het publiek helemaal gek was. Dan vergeet je dingen eigenlijk, hoe moe je bent eigenlijk. En hetzelfde geldt natuurlijk voor het thuispubliek. Hoe hoog schat je de kans in deze wedstrijd tegen Spartak? Ik denk dat we een reële kans maken. Maar nogmaals, zij hebben ook een heel degelijk en goed team. En ja, ik denk op dit moment, dan moet ik altijd nog afwachten natuurlijk in de eerste wedstrijd. Maar op dit moment denk ik gewoon 50-50 is.